Een diepe recessie. De eerste noodsteun kost al zo'n 20 miljard. En dan is er een tweede ronde noodsteun aangekondigd. En vermoedelijk komt er nog wel een derde ook. En wie gaat dat dan betalen? Nou ja, dat zijn wij natuurlijk met z'n allen. Als werknemer, werkgever, mensen met pensioen of met een uitkering. Maar hoe wordt de last verdeeld? Daar gaan we over praten met econoom Arnoud Boots. Met MKB-voorzitter Jacco Von of vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong. En investeerder Pieter Schoen. Arnoud, als we even mogen beginnen. Een paar maanden geleden, laten we zeggen het laatste kwartaal vorig jaar, hadden we het beeld van de pijlers van onze samenleving die allemaal op instorten stonden. In die zin, ze vroegen allemaal om meer geld, om meer ruimte voor hun werk. Dat was er niet. Dat is best raar als je ziet dat dat er toen niet was. Als je ziet hoeveel geld er nu toch vrij gemakkelijk wordt gegeven, hè? Ja, het ziet er heel bizar uit. Ja, absoluut. Kijk, een paar dingen. Er was natuurlijk wel degelijk geld. Hè? Dat weten we. Nederland is een heel sterk land. Dus als wij bereid zijn meer geld uit te geven, dan kan dat. We kunnen ook meer belasting betalen. Dat kan. Maar de bereidheid was er niet. De bereidheid was er niet. Dus het zijn keuzes die gemaakt worden. En ik denk dat het protest misschien wel minder met het geld te maken had als eigenlijk precies hetgeen waar ze nu op een standbeeld zetten. We zien ze nu als essentiële beroepen. Maar het maatschappelijk respect voor die posities, onderwijzer op een lagere school, verpleger, dat respect, maatschappelijk respect, was lager geworden. En ook de professionele verantwoordelijkheid. Hè. Docenten hadden het idee, onderwijzers hadden het idee, die moeten per minuut een beetje bijhouden wat ze moeten doen. Dus ze zijn de hele tijd met administratie bezig. Dus het respect en het als professional kunnen opereren. Ik denk dat daar eigenlijk het grotere probleem zat dan noodzakelijkerwijs het inkomen. Ja. En dat respect, dat is nu wel, voor zover het dan kennelijk weg was, is dat nu wel teruggekomen, denk ik, hè? Nou, de gezondheidszorg, 100%. Ja. Daar was het natuurlijk ook wel minder weg. Hè. Het was, verplegers hebben we toch altijd wel gezien als essentiële beroepen. Maar dus daar was het echt de professionalisering. Per minuut bijhouden wat je aan het doen bent, et cetera. Ja. Ja, maar er is natuurlijk meer geld mogelijk om daarheen te sturen. Ik denk, misschien gaat er ook wel iets veranderen. Want als wij als maatschappij zeggen dat dat belangrijk is, ja, en dat wij in Nederland belasting betalen en je krijgt er ook echt iets voor terug, dan zijn we toch ook bereid iets meer belasting te betalen. Maar wel heel jammer dat daar dus eerst heel veel doden voor hebben moeten vallen. Totdat we dat respect, ja, maar goed, verkregen. Ja, maar goed, de doden zijn niet door het gebrek aan respect gevallen. Dus zo erg is het ook niet. Maar ja, maar dit is wat een maatschappij doet. Hè? Dus een maatschappij die kan qua cultuur zich ontwikkelen op een manier waarop er een tweespalt in die samenleving ontstaat. En dan zie je ook nog dat hele groepen heel makkelijk hun geld verdienen. En die groepen, dat waren niet de meest essentiële groepen in de samenleving. Kijk naar de financiële sector, waar toch een redelijk grote backlash is gekomen. Nou, laten we het er nu over hebben. Want we zijn nu in een kwartaal zijn we in een hele andere sfeer gekomen. Er is heel veel geld. Er is nu al zo'n 20 miljard uitgegeven. En misschien gaan we wel naar de 100 miljard aan het eind van het jaar. Je weet het niet. Hier ging die eerste tranche naartoe. Het kabinet trekt tientallen miljarden uit om bedrijven en ZZP'ers te helpen die helemaal klem zitten. Het kabinet trekt vanwege de coronacrisis 500 miljoen euro extra uit voor het onderwijs. De overheid neemt geen 75, maar 90% van het salaris over. ZZP'ers krijgen makkelijker toegang tot de bijstand. Het kabinet trekt miljarden uit om KLM overeind te houden. Tussen de 2 en 4 miljard euro. Ondernemers krijgen langer de tijd om de coronanoodkredieten bij de bank terug te betalen. En daar komt nu bij dat ondernemers voorlopig ook geen belasting hoeven te betalen. En meneer Vonhoff, u behartigt de belangen van bedrijven en bedrijfjes die nu dreigen om te vallen of geen omzet meer maken. Hoeveel is er inmiddels geïnvesteerd om deze ondernemers te steunen? Ja, die ondernemers aan zich niet. Het grootste gedeelte van het pakket gaat natuurlijk naar de werknemers. En terecht, hè, want die werknemers hebben banen bij die bedrijven. Maar veel van die bedrijven betalen nog steeds een flink deel van de salarissen door. Mm-hmm. Waar de overheid aanvult, hè, maar dat vergeten we nogal eens. En ze moeten hun andere vaste last ook gewoon betalen. Dus als je het nou hebt over waar de rekening van de crisis tot dusver ligt, is 50% overheid, 50% bedrijven. Ja, en dat zijn wel, want 80% van onze economie, hart van onze economie, gaat eigenlijk over dit soort bedrijven. Dat zijn, dat, met werknemers tot 250. Absoluut. Ja. Ik ben voorzitter van MKB Nederland. En MKB'ers, roepen wij altijd, zijn de kurk van de economie. Ja. En dat is het grootste gedeelte van de bedrijven in Nederland. En dat zijn van één werknemer tot pak een beet 250. Ja. Gisteren zei minister Hoekstra dat de rekening van de coronacrisis niet mag neerploffen bij de gewone man. Hij zei, financiële crisis komen vaak neer bij mensen met een modale portemonnee. Dit is een onacceptabel antwoord, vind ik. Ja.
Ja, daar zal hij absoluut gelijk in hebben. Kijk, waar de rekening uiteindelijk zal landen, hangt heel erg af van inderdaad hoe we straks omgaan met het terugbetalen van wat we nu aan kosten maken. Meneer Boot zei net terecht dat we hiervoor altijd wat moeilijk deden over ons geld. Maar dat is wel de reden waarom Nederland er zo goed voor staat. En waarom we nu kunnen investeren om die crisis van ons af te houden. Ja. Ik wil niet zeggen dat het top is, maar het is in ieder geval wel, volgens mij, het feit dat we tot dusver in ieder geval niet het meest vrijgevige land waren, maakt dat we nu wat ruimer kunnen uitgeven. Maar dat zullen we straks via de belastingen ook weer terug moeten krijgen. Anders gaan we onze kinderen daarmee opzadelen. Het is toch onaannemelijk wat Hoekstra zegt, dat de rekening niet bij een bepaalde groep in onze samenleving niet terechtkomt. Die rekening zal toch overal terechtkomen? Ja. Wat denkt u? Nou ja, kijk, even vooropgesteld. Het huidige pakket wat we nu hebben, dat is natuurlijk voor het grootste deel eerder opgebracht. Die diepe zakken van de overheid is natuurlijk wel dankzij die werknemers. En ook van de bankencrisis hebben we natuurlijk heel zuinig aangedaan. Die rekening is toen al niet alleen bij modaal, maar ook onder modaal terechtgekomen. Ja, nou ja, die bankencrisis hebben we natuurlijk vooral geld aan verdiend uiteindelijk. Een hele groep in de samenleving niet. Nee, ik bedoel, de banken hebben veel geld gekregen, maar hebben dat met behoorlijke rentes allemaal weer terugbetaald, toch? Zij wel, ja. Maar je ziet nog steeds dat de flexibele arbeidsmarkt hebben we aan die tijd te danken. We hebben in de uitkeringen, zijn flink. Het sociale zekerheidsstelsel is flink uitgehold. Dat zijn dingen, daar moet echt een rem op komen. Maar mijn vraag was, als Hoekstra zegt dat de rekening van de coronacrisis niet mag neerploffen bij de gewone man, en we hebben straks in maart verkiezingen. Ja. Dat kan hij toch niet overeind houden? Ik hoop het wel en ik denk het ook. Maar, en dat zal echt. Maar dat kan toch niet? Die ZZP'er, pak die even. Dat zijn heel veel modale inkomens. Ze komen ook van ZZP'ers. De ZZP'ers die zijn al hun omzet kwijt. We zijn ze nu wat aan het compenseren. Maar elke crisis maakt heel veel slachtoffers. Ja, maar ik denk dat je ook meer een selectie moet maken wie je wel gaat helpen en wie je niet gaat helpen. Als ik even ga kijken naar die hele nauwregeling, die is voor iedereen bedoeld. Ook voor horecamensen die voor de coronacrisis gewoon slecht voor stonden. En helaas, ik heb een bedrijfje dat verstrekt 2100 leningen ook aan horecamaatschappijen. En helaas zie je dus dat heel veel mensen toch de afweging maken van, joh, moet ik nou wel of niet open gaan? Hè? Ook van 1 juni. En ik vind ook dat er gewoon een enorm verschil is tussen de creativiteit van de ondernemer. Ik heb horeca mensen die gaan allemaal thuisbezorgd, voedselpakketten, die gaan barbecues organiseren en die leveren het op straat af. En die hebben meer omzet dan tevoren. En ik heb ook gewoon mensen die zeggen, joh, ik heb een beetje omzet en ik hou het achter, want anders moet ik mijn nauwregeling weer terug gaan betalen. Dus ik vind het een heel diffuus beeld gewoon. Ik ben het helemaal mee eens. Weet je, en ik vind het fantastisch, laat ik even vooropstellen, want ik vind dat we als klein landje heel erg daadkrachtig zijn opgetreden met alle steunpakketten. Ook bedankt voor jullie allemaal. Maar ik vind het heel erg moeilijk, ook die nauwregeling. Ik denk dat hij zijn doel voorbij schiet. Nee. Die nauwregeling was er om baanbehoud te garanderen en inkomensbehoud te garanderen. Niet alleen voor de werknemers nu, die er net als de werkgevers ook niks aan kunnen doen. Maar ook te zorgen dat we, even in gewone mensentaal, hierna niet nog verder in de recessie komen. Want diezelfde mensen moeten ook weer bij die MKB-bedrijven gaan komen. Alleen die nauwregeling, als je 0% opzet had, dus volledige lockdown, dan zou je 60% van je personeelskosten mogen factureren. Als wij 1 juni opengaan en je hebt 70% omzet, dan heb je 30% omzetverlies. Dan heb je dus helemaal 0,0 iets aan die nauwregeling. Nee, maar wij zeggen ook niet dat je die bedrijven niet overeind moet houden met misschien een breder steunpakket. Er moet absoluut een steunpakket komen. Maar kijk, hoe groot die steunpakketten ook zijn of hoe klein ze ook zijn, het is geld van ons allemaal. Ja. En in die zin heb je natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk fantastisch om te zeggen, mijn zakken zijn diep. Maar het zijn niet jouw zakken, denk ik dan. Dus wij moeten dit als Hoekstra. Uiteindelijk komt die rekening bij ons allemaal terecht. Ja. Zo simpel is het. Precies. En ik ben het eens dat de eerste kwam met stoom en kokend water. We moesten wat. En we hebben elkaar vastgehouden en gezegd, luister, het kan niet gebeuren dat er 1,8 miljoen mensen, want daar hebben we het over, werkeloos de WW ingaan. Dat wilden we niet. En nu moeten we nadenken over wat is er meer nodig. En de meeste bedrijven, gemiddeld genomen, heeft een bedrijf ongeveer 50% loonkosten. Daar wordt die in gecompenseerd voor 90%, helemaal gelijk. Dus elke euro die die ondernemer aan zijn werknemer betaalt, moet hij waarschijnlijk nog 2 euro dubbeltjes zelf gewoon uit zijn eigen zak betalen.
Maar die vaste kosten, de huur van zijn pand, de machines die hij leased, die moet hij gewoon nog blijven betalen. Dus die ondernemer heeft nog wel een groter probleem dan alleen die kosten voor die werknemers. En om dat nu op te lossen, zullen we echt wel een ander pakket maken. Ik vind dat er ook... Ja, zeker. Ik vind dat er echt een onderscheid gemaakt moet worden tussen bedrijven die pre-corona er goed voor stonden en die echt geraakt zijn, en bedrijven die kwakkelend of eigenlijk op het randje zaten pre-corona. Ja. En er wordt nu steun gegeven aan iedereen. En dat komt waarschijnlijk doordat er te weinig tijd is, et cetera. Ja. Maar ik ben zelf... Kijk, ik vind een faillissement helemaal niet zo erg. En ik krijg een beetje het idee als ondernemer dat iedereen overeind geholpen moet worden. Nee, maar ik heb een faillissement gehad samen met mijn collega Harald Swinkels in 2001. He, toen hebben wij op een gegeven moment wat geld verloren. He, wat geld wat we hadden. Maar ik heb een veel grotere levensles heb geleerd. Wat mij geholpen heeft in mijn toekomstige carrière. Nee, maar even voor dat. Ik snap. Je vond het gewoon scherp gezien. Slechte bedrijven moet je die overeind houden of niet? Ik vind het. Ja, als je normaal gesproken in een normale economie. En dus alles wat normaal kan gebeuren. Dit is een. Zeg maar van de een op de andere dag komt er iets. Iedereen staat op nul. Hè, bij wijze van spreken, het huis staat in de fik. En we gaan nu over de herinrichting van de bedrading met elkaar spreken. Hè, want we hadden toch al een beetje slechte... Ja, maar het huis brandt nu al best lang. Dus maar het punt is, ik vind dat... Natuurlijk moet je met bedrijven... Hè, die vraag komt ook een keer. Er zullen bedrijven straks na de crisis tot de conclusie komen. Ook in dat nieuwe normaal kan ik gewoon mijn omzet niet halen. Hè. Horeca zal een branche zijn waar dat veel in gebeurt. Ja, dan moet je niet, dan moet je ook de rekening niet bij die ondernemer neerleggen. Want die ondernemer die verliest zijn alles. Hè. Dus die moet zijn werknemers, als hij ze ontslaat, moet die transitievergoeding betalen. Nee, dat is duidelijk. Maar daar zul je wat voor moeten regelen. Ja. Dat is eigenlijk wat ik zeg. En je kunt niet zeggen van ja, maar dat is gewoon ondernemersrisico. Maar dat is het niet. Ik ben het ook helemaal mee eens. Er lopen twee dingen door elkaar heen. Hè. We hebben aan de ene kant een virus. Waardoor een overheid ingrijpt en de zaak op slot zet. Dat betekent dat iedereen opeens met zijn handen in zijn haar zit. En de overheid heeft dan de morele verantwoordelijkheid zelfs om voor iedereen te zorgen. Ja. Dus dat hebben we. En de crisis is nog niet zo lang bezig. Hè? Het is nu mei, hè? Het was maart. Mm-hmm. Ja? Dus er is een morele verantwoordelijkheid van de overheid om veel overeind te houden. Vervolgens is de vraag... Overeind houden betekent dat je als overheid alles aan het overnemen bent. Terwijl we weten, Jacco, je had het over MKB. MKB is het hart van de economie. Dat is bedrijfsmatige activiteit. Dat zijn bedrijven die keuzes maken. Dat is ondernemerschap. Ja, maar daar ben ik het heel mee eens. Dus nu is, ik denk dat we het eens zijn. Ja. Maar nu is dus de vraag, hoe ga je als overheid temporiseren? Hoe zwaar blijf je in die markt? Ja, kijk, jouw opmerking van je gaat alleen maar even de goede bedrijven kiezen en niet de slechte. Kijk, voordat ze corona ingingen. Want anders vind ik het namelijk. Iedereen moet rekening betalen. Ik snap dat punt helemaal. Maar er is een morele verantwoordelijkheid van de overheid om de zaak overeind te houden als het plotseling dichtgeslagen wordt. Ja. Tegelijkertijd is de vraag, wanneer ga je als overheid precies jouw argumenten gebruiken en zeggen, het kan toch niet zijn dat we een bedrijf overeind houden? Nou, wanneer is dat? Ja. Deze tweede fase van 3 maanden is de overgangsfase. Dus dat betekent dat dit pakket heel veel zal lijken op het eerste pakket. Ja. Dus we zijn nog steeds te veel in jouw optiek overeind aan het houden. Maar het is wel de laatste fase. Ja, het is de laatste fase en dat betekent dat in de maand juni, als iedereen denkt, het kabinet heeft de tweede pakket ingevoerd. Nee, dan ligt de belangrijke verantwoordelijkheid bij het kabinet. Wat biedt zij ondernemingen na de 3 maanden die nu op juni volgen? Ja. Dus wat volgt er ook? Mag ik even op inhaken? 2100 horeca-ondernemingen hebben aangegeven dat 42% denkt dat hij het niet gaat halen. Ja. En nou hebben ze een fantastische regeling die in de maak is. Daar weten jullie ongetwijfeld veel meer van. Die heet de WOA-regeling. En een soort versneld... Versneld failliet. Ja, de homologatiewet. Want waar ik doodsbang voor ben, is dat er zoveel faillissementen in één keer komen. Hè? Dat er op een gegeven moment het straatbeeld met dichte horecatenten en omhoop, dat wordt dramatisch. Kost ook veel werkgelegenheid. Laat die mensen gewoon snel failliet gaan. Of via die WOA-regeling. Dan kan je schuldsanering toepassen. En je kan op een gegeven moment een crediteurenakkoord, et cetera. En dan kan je op een gegeven moment via een borgstellingskrediet, een BMKBC of een andere variant, kan je ook tegen die goede ondernemer zeggen, luister eens, we gaan even door die molen heen, maar je krijgt meteen een krediet. Want de balansen van een horecatent zijn zo smal,
dat als het zonnetje weer gaat schijnen en we hebben niet meer 1,5 meter en ruimere dingen, dan bloeit het weer op. Mag ik even naar een element gaan wat misschien iets dichter staat bij de mensen die thuis zitten, namelijk de werknemer zelf. Ja, precies. Die, of je nou bij een klein bedrijf of bij een groot bedrijf werkt, ik denk dat dat nog wel wat uitmaakt. Als werknemer zou ik me kunnen voorstellen dat jij net zo goed als je baas snapt dat het niet aan de baas ligt. Dat het aan niemand ligt dat dit ons is overkomen. En dan is de vraag, wat mag je als werkgever bijvoorbeeld van de werknemer vragen? Dit is de maand waarin het vakantiegeld komt. Ja. Er zijn mensen die zeggen, bijvoorbeeld bedrijven die zeggen, jongens, dat vakantiegeld, zouden we dat krijgen jullie, maar niet in mei. Jullie krijgen een gedeelte in mei en een gedeelte in juni en een gedeelte in september. Maar voor het eind van het jaar heb je je hele vakantiegeld. Dan houden wij ons bedrijf overeind. Ja. Wat zou u zeggen tegen de leden van FNV die u vertegenwoordigt? Nog even pas op de plaats. Wij hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar het kabinet en maar ook naar de decentrale partijen 6 weken geleden. Gewoon bij mijn vraag. Ja, absoluut. Ik kom eraan. En na al die ingewikkelde afkortingen. Ja, daarom. Dat wil ik liever niet. Wij hebben toen gezegd, er moeten een aantal stappen gebeuren. Ik ben geen fan van dit kabinet, maar dit hebben ze goed gedaan. Ik had het gewoon over werkgever, werknemer. Ja, absoluut. Daar kom ik aan. En wij hebben toen gezegd, zorg voor een aantal dingen. Je gaat niemand ontslaan. Je zorgt dat er veilig gewerkt wordt. Je gaat nog even niet aan verlof komen. Maar als helemaal aan het eind, als je alle stappen doorlopen hebt, als werkgever en werknemer, dan kun je misschien uiteindelijk ook samen in gesprek komen over dit soort maatregelen. Wat hebben we alleen tot nu toe gezien? De flex, 100.000 tegelijk zijn ontslagen. Er is al heel veel druk op werknemers geweest om verlof op te nemen. Uiteindelijk zijn deze steunmaatregelen, de lonen worden ervan vergoed, maar het is feitelijk een sigaar uit eigen doos. Want het grootste deel van dat geld is natuurlijk door werknemers via de belastingen opgebracht. We zijn nu ook heel aardig voor de zelfstandigen, maar die hebben er in alle eerlijkheid natuurlijk niet zoveel aan meebetaald. Dus deze vraag is wat mij betreft nog niet aan de orde. Maar die vraag is al aan de orde. U kunt wel zeggen, ik vind het geen fijne vraag, maar hij is wel aan de orde. Ja, maar dan, dat kan alleen maar, en we zien gelukkig dat het nog niet heel veel druk op wordt uitgeoefend, maar we zeggen, het kan alleen maar als er overeenstemming is met die werknemer, want het is namelijk loon. En vandaag heeft er een onderzoekje gedaan vandaag. Absoluut, ja. En 42% van de werknemers is bereid om dat vakantiegeld later te ontvangen. Ja, later te ontvangen. Dat is best een vrij groot gedeelte, die toch zeggen. En ik kan me voorstellen, als je bij een klein bedrijf werkt, dan dat je het iets beter snapt dan als je het bij een groot bedrijf werkt. Maar kijk nou eens naar de sectoren waar die wat wilt worden gevraagd. Laten we het anders zien, Kitty. Dat bedrijf, de baas zegt tegen ons, wij zitten hier in de kantine en we krijgen het horen van de baas, jongens, dat vakantiegeld, laten we dat proberen. Ik zorg dat jullie het voor het eind van het jaar hebben, maar ik kan het niet allemaal in mei geven. Want als ik het jullie allemaal in mei geef, hebben we in juni geen zaak meer. Ja. De sectoren waar dat nu gevraagd wordt, is bijvoorbeeld de horeca. Daar zie je al dat mensen al natuurlijk een enorm offer hebben gedaan, omdat bijvoorbeeld de fooiepot eruit is. Dus die inkomen, daar wordt op het minimum betaald. Dus zoveel valt er niet te offeren. Dus de keuze is, het bedrijf valt om of we verspreiden ons vakantiegeld. Dan zegt u, laat maar omvallen. Het kan niet eenzijdig besloten worden. En dat is natuurlijk waar wij op drukken. In gesprek met een werknemer kan het altijd. Maar heel veel van die werknemers hebben het geld ook heel hard nodig. Ja. Omdat de auto gerepareerd moet worden. Omdat de wasmachine kapot gaat. Dat begrijp ik. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk geen mooie oplossingen voor al deze keuzes. Maar wat cruciaal is, de overheid kan het niet alleen. Dus de maatschappij heeft zijn verantwoordelijkheid. Elke partij heeft zijn verantwoordelijkheid. Ja, elke partij hierin. En dus een mindelijke schikking, het uitsmeren van vakantiegeld. Ik zou me levendig kunnen voorstellen dat het kabinet, ook al is het beschadigend voor werknemers, zegt van dat is een mogelijkheid die wij bieden. Ik kan me dat voorstellen dat het kabinet dat zou zeggen. En ik kan me ook levendig voorstellen dat het Malieveld niet vol komt staan met demonstranten. Een ander voorbeeld. Ik kan me ook levendig voorstellen. En dat moet je ook doen. Een partner heeft die veel verdient. Ja. Echt een goed verdienende man. Of vrouw. En die man die heeft net niks. Dus die is ZZP'er. Moet je daar rekening bij houden bij de vergoeding die je die ZZP'er gaat geven straks? Want jouw partner verdient veel? Ik denk dat het
Weet je, ik, in dit voorbeeld kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment alle steun een keer eindig is. Dus als er zeg maar, in de samenstelling van het gezin, één van de twee, voldoende verdient om dat gezin in de benen te houden, even indachtig wat Kitty net zei, dat er mensen zijn die het moeilijk hebben, snap ik dat. Vermogenstoets blijft weg, hè? Dus we gaan niet kijken van je hoeft niet je huis op te eten. Maar als één van de twee ruim verdient en de ander verdiende erbij, dan denk ik dat die Tozo, zoals die heet, even... Daar kan ik me in ieder geval goed in vinden. Even terugkomen nog op het verhaal van Kitty over het vakantiegeld. Kijk, ondernemers die ik vertegenwoordig, gemiddeld 7 werknemers. Dus je kent ze allemaal. En als jij dit gesprek in de kantine hebt, dan heb je gewoon een fatsoenlijk gesprek tussen twee mensen die allebei snappen dat de toekomst van het bedrijf je gezamenlijke toekomst is. Jawel, maar en, dan, en, dan, en dan gaat het dus niet over massa-ontslagen, zoals ik sommige mensen hoor roepen, of weet je, misbruik van de gelegenheid. Dit gaat gewoon over ondernemers die het gesprek aangaan met hun werknemers. En wat mij betreft, nogmaals, met instemming van de werknemers. Ik heb vanmiddag nog even met de kroegbaas van mijn favoriete kroeg gebeld. Het helletje in Weesp. Ik moest de naam even noemen. Ja, wat krijgt u daar nou voor? Niks. Ik hoop een biertje. Een gratis rondje, denk ik. Als het terras weer open is. Nee, maar dat is precies wat hij ook zegt. En hij zegt ook, daar moet ik over in gesprek. Maar jij weet ook dat wij gezamenlijk hebben gepleit voor bijvoorbeeld extra compensatie voor ondernemers die in liquiditeitsproblemen raken door vakantiegeld. Daar heeft de overheid niks voor gedaan. Daarvan vinden wij elkaar volgens mij in te zeggen van wees daar nou ruimhartig in. Wat mij betreft kan dat. Ja, wat mij betreft ook, maar weet je, Kitty, het is nu... Het is de polder, werkgevers, werknemers. Ja. En we hebben de realiteit van, waar Jacco trouwens nadrukkelijk natuurlijk voor staat, voor bedrijven. Bedrijven die overeind moeten blijven, die werknemers vast willen houden. Werknemers die niet allemaal tegelijk de straat op wil gooien. Ja, want dat zou gebeuren als de overheid niet erin was gestapt. En wat betekent dat voor de komende maanden? De komende maanden, de horeca mag nu weer dadelijk open. En dat is een realiteit die niet heel snel gaat veranderen. Want te denken dat het virus zomaar weg is en dat je weer normaal kunt functioneren, die kans gaan ervan vanuit de komende 2 jaar is heel klein. Ja, maar de horeca mag open. Op wat voor manier? Hè? Ja, maar dat betekent. Ja, maar wacht even. Dat betekent dat de horeca nu open kan. De horeca moet gaan kijken of ze kan overleven. Ja. In deze nieuwe samenstelling. Dat betekent dat de komende maanden er nog enige steun van die overheid is. En wat mij betreft is daarna de positie van de overheid van we geven u mogelijk een vast bedrag, zoals die 4000 euro die ooit is voor vaste kosten. Maar dan moet u zelf de keuzes gaan maken op basis van uw ervaring of u nog levensvatbaar bent. Dus ik zie eigenlijk een tussenstap nu. De tussenstap is, je mag nu open, de overheid ondersteunt nog. Dat biedt je de gelegenheid om uit te vinden of het werkt. Mm-hmm. En vervolgens moet je zelf de keuzes gaan maken. Ja, maar daar hoort wel een vergoeding voor de vaste kosten bij. Dus we zijn het erover eens dat alleen personeelskosten is te weinig. Ja. En ik ben Kitty, in het geval van het vakantiegeld, het is nu midden mei. En over 2 weken is het vakantiegeld. En ik weet niet hoe snel de overheid wil gaan handelen, maar ik zou liever dat gesprek nu aangaan dan dat ik zou wachten totdat er een regeling van de overheid komt die nog tot uitvoering komt. Maar dan ben ik mee eens. Bekijk die nauwregeling. Er zijn heel veel regelingen. Alleen die nauwregeling is volledig voor de werknemers. Ja. En ik heb nu echt best wel veel mensen, ook eigen bedrijfjes, waarbij er gewoon geld bij moet. En dan vind ik het gewoon saamhorigheid. En dan zitten we ook in om ook dat vakantiegeld dan iets mee te doen. Nee, maar er wordt heel veel aan ons gevraagd. Hè? En echt heel veel aan ons gevraagd. Ja. Ook weer de offers van. Ik bedoel, de vraag die ik niet hoor, nergens niet, ook nu niet, is wat gaan we in de fase daarna doen? Bijvoorbeeld met, hè, meneer Boot komt uit de WRR, hebben een rapport uitgebracht over de flexibele arbeidsmarkt, over de kwaliteit van werk. Ik begrijp dat u dat interessant vindt, maar dat is natuurlijk niet nu aan de hand. Absoluut wel. De flexibele arbeidsmarkt. Wel. Wat mogen het gaat wij, nu gewoon wat mogen over, wij terug... blijft dit bedrijf overeind? Ja, wel, maar wat mogen wij daarna terugvragen van die werknemers die nu een beroep op ons doen. Maar de sprong is de volgende. De overheid is dus nu het een en ander nog aan het ondersteunen, omdat het nog op slot zat. En ze moeten de mogelijkheid hebben. Dit is eindig. Vervolgens is de vraag van, kan de overheid nog iets betekenen? En op dat moment kom je uit op andere vraagstukken. Kom je uit op een investeringsfonds. Is het nodig om het bedrijf de balans te versterken? Want je kunt, als het bedrijf geen gezonde balans heeft, ook al mag je weer open, wat kan je in hemelsnaam doen? Dus dan kom je op een fase van, wil je in dat bedrijf investeren? En dan kom je opmerkingen die Kitty aan het maken is, van kun je daarbij zetten dat je ook gaat investeren in je werknemers? Op dat moment. Maar dan ben je echt met de toekomst bezig. Ja, maar Kitty denkt, van luister eens, ik heb nu een onderhandelingspositie. Als ik jou nu wat geef, wil ik daar wat voor terug. Dat lijkt mij vrij logisch. Ja, maar op dit moment is het overleven. En overleven betekent dat je geen afspraken kunt gaan maken over mooi weer. Het gaat nu over overleven. We moeten helaas afronden. Hartelijk
bezig, dank. Okay. Sorry, ik probeerde het tussen te komen. Wat is hard, die vrouw? Waar ga jij best zo hard? Wij gaan praten met